Surinaamse artiesten moeten zich bundelen. Ze moeten niet langs de kantlijn staan en kijken wat er gebeurt met de industrie. Dit zijn opmerkingen die vandaag zijn gedaan tijdens een persmoment belegd door Surinaamse artiesten en entertainers. De persconferentie was bedoeld om de gemeenschap te informeren over hoe de entertainmentwereld verder zal omgaan met de COVID-19 maatregelen, zegt showpromoter Fabian Seymour. Wat voorstel Sami Abi, want zij denkt is Ulayanga in Godina Kondre toch? Dat vinden ze morgen geweldig mora trouwen. Is dat zijn voorstel Sami Abi? Muzikanten, artiest, karko alamang. Luister. Mek voor organisatie kom. Dus if you set your groepje, atrawa A, B, C, D, toch? Dat we set u orga, sa u saptak om aan behartige belang voeseren aan kondre, dat land die artiesten stemmen wie ze willen hebben. Dat geven we ze 2 jaren. Ja toch? Om hun ding te doen, om te werken voor Entertainment Suriname. En als ze het goed hebben gedaan, dan blijven ze. Maar als ze het niet hebben gedaan, dan moeten ze weggaan. Dus ik denk dat we ook met cultuur moeten gaan praten om te kijken van wat de mogelijkheden zijn. Maar Asan Sawetuti de Jaso heeft te maken met Entertainment Suriname en heeft niet te maken met een individueel persoon. Enkele artiesten gaven aan dat zij een gesprek willen met de directeur van het directoraat cultuur en de minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Dit vooral om een juiste regelmaat aan COVID-19 maatregelen vast te stellen bij het organiseren van evenementen. Op 13 maart aanstaande hebben de artiesten volgens Enver Panka een evenement gepland. Wat die protocollen betreft, we hebben die voorstellen gedaan. En aan de hand van die voorstellen, aangepaste protocollen, is dus 13 maart aangegeven als datum voor de trial. Ik wil bijna zeggen dat ik begreep wat je bedoelt met waaraan, aan welke eisen moeten artiesten voldoen om op te treden. Als je het hebt over dat naaldje. Als dat het is hoor, is onze focus niet daarop. Want vraag je het aan mij persoonlijk, zie ik dat niet als oplossing voor dit alles. We weten, we zijn ervan bewust dat er COVID is en dat het waarschijnlijk ook nog gaat blijven. Maar er zijn andere manieren om ervoor te zorgen dat we voorkomen dat de verspreiding, oftewel besmetting, plaatsvindt. Panka zegt verder dat het de bedoeling is dat de sector overgaat tot het organiseren, zoals voor de COVID-19-pandemie. Het is de bedoeling dat mensen niet bij de bosjes gaan staan tijdens evenementen en er ook wordt ingespeeld door de regering met de nodige adviezen. Panka geeft aan dat controle van de activiteiten welkom is.